voor M&M's in deze hoek. Dames en heren, allemaal hartelijk welkom bij Fashion Art Monique Collion. Ik werd een tijdje geleden opgebeld door een dame met een willetje. Iedereen kent haar hier, dus dat durf ik wel te zeggen. Die een prachtig project in haar hoofd had, omdat ze mensen wou verbinden in een tijd waar we helemaal niet meer verbonden waren met elkaar. Waar iedereen zei dat niets kon. En Monique kwam met een idee, want alles kon. En vooral met mensen die haar lief hebben, die misschien elkaar ook allemaal lief hebben. En zoals jullie hier staan, hoop ik dat ook voor jullie. Want anders is het wel vervelend om zo bij elkaar te moeten staan. Maar ik ga ervan uit dat we allemaal eensgezind zijn in het gevoel dat we Monique iets gunden. En toen vroeg ze of ik wou meewerken hieraan. En toen heb ik volmondig eigenlijk meteen ja gezegd. Toen ik ophing dacht ik, nou niet gedaan, dat doe ik dan met fashion. Maar ik heb dat met Monique. En ik heb dat met vrouwen die sterk zijn en vrouwen die in hun kracht blijven staan, ondanks wat er allemaal gebeurt in deze wereld. Dus dames en heren, Monique Collion. Dankjewel, Monique. Monica die zei gisteren tegen me, je mag hier wel heel erg trots op zijn. En ik dacht, de laatste dagen waren mensen die dat vaker tegen me zeiden. En ik dacht, oké, wat moet ik hiermee? Je moet je voorstellen dat ik al heel lang alle beelden, ik ben in oktober heb ik dit bedacht, en alle beelden heb ik natuurlijk al heel lang in mijn hoofd gezien. Maar toch toen ik hier bezig was de afgelopen 2 weken met heel veel passie om deze expositie op te bouwen samen met mijn bestie, en ik zie hem even niet, Martijn Mulders daar, kreeg ik natuurlijk toch op een gegeven moment, het is net als bij mijn shows, weet je wel, dan zit ik in een bepaalde flow, zo ben ik, en ga ik door en ga ik door. En het moment dat ik dan op moet voor die show, dan krijg ik meestal weer mijn pols gepakt door de assistent regie. En dan krijg ik een lipgloss in mijn hand en ga ik dan helemaal zo. En dan sta ik ineens op hakken en dan word ik naar voren. En dan denkt iedereen dat ik de wereld in mijn zak heb. Maar dan ben ik eigenlijk dan pas om te ontladen. En na de rand heb ik het weer in de controle. Dus ik was hier de afgelopen weken met Martijn bezig. En toch toen we op een gegeven moment dingen hadden opgehangen en kleding kwam te staan, toen dacht ik in één keer, oké. Toen voelde ik die emotie. Trots, ja, heel trots. Maar eigenlijk op jullie 62 fantastische, lieve en creatieve vrienden die me gelijk ja zeiden tegen mij om dit avontuur aan te gaan. Want hoe mooi is dat? We zaten in de pandemie en we hadden allemaal gewoon een beetje naar doemdenken, wil ik het niet gelijk noemen, maar het was toch niet echt heel erg gezellig. En ook ik zat op die bank en ik dacht, ik wil niet dat die pandemie de leiding gaat nemen. Wij gaan de leiding nemen, niet dat de pandemie ons aandoet, maar wat kunnen wij met die pandemie gaan doen? Dus we gedraaien het gewoon positief. En toen bedacht ik me van, ik wil gewoon de mensen inderdaad, creativiteit, zei je tegen mezelf, verbindt en inspireert. Dus ik dacht, hoe leuk is het om 15, het zijn er 21 geworden, 15 van mij. Ook een mooie getal. Mooie vriendinnen te vragen, die ik altijd heb, waar ik een band mee heb natuurlijk, die ik altijd kleed heb gekleed, whatever, kleding van mij in de kast hebben. Die vraag ik als model. En ik vraag net zoveel fotografen waar ik zo'n band mee heb en visagisten. Geen stylisten, want daar had ik natuurlijk mijn idee bij. Ik dacht, nee, als ze allemaal ja hebben gezegd, dan zeiden ze dus ook wonder boven wonder. Want niemand wist in wat voor team ik ze nog zou plaatsen. Maar ik dacht, je moet ook niet krijgen, ik wil die visagist, ik wil die fotograaf, want dan gaan we veel van hetzelfde doen. Ik dacht, we gaan ook niet een Collion modeshoot doen, we gaan fashion art maken. En het is dus niet zo dat ik een blik bekende Nederlanders heb opengetrokken, mijn kleding heb gegeven, fotografen erop heb gezet. Nee, dit heeft natuurlijk een heel andere diepgang. En ik vond het zo gaaf om te zien dat die groepjes, die gingen ineens groep-apps gingen ze maken. Ik heb alles kunnen volgen natuurlijk. Ik heb er zo van genoten, mensen, van jullie. En jullie zijn gaan zoomen met elkaar en gaan moodboards werden er gemaakt. En ja, ik ben nadat ik dus de casting director was, zo noemde ik mezelf maar, om die teams te formeren, heb ik de kleding uitgezocht per team, waar de teams weer zelf uit konden kiezen. En ook de accessoires. Ik zei, de taak voor mezelf is om mij er niet mee te bemoeien. Nou, ik denk dat een ieder die hier staat weet hoe lastig dat is. No way. Ik heb me geloof ik er best goed aan gehouden. Misschien hier en daar een prikkeltje uitgedeeld of even een beetje een teaser of wat dan ook. Dat ik dacht, nou, dat is misschien leuk. En bij sommigen hoefde dat totaal niet natuurlijk, ging dat allemaal vanzelf. En zie hier het resultaat. En dan denk ik van, weet je, hoe gaaf is het om te zien dat mensen in één keer nieuwe vriendschappen sloten.
mensen die elkaar lang niet hadden gezien en denken, hé, hey, wat leuk dat er jou een team zit. We werden out of the box denken. Misschien hij dacht, oké, wat moeten we nu? Maar en ineens mocht het model ook mee gaan bemoeien. Dat vonden sommige fotografen en zo natuurlijk wel heel lastig. En ik maar lachen, ik vond het helemaal leuk. En het zei, het is een happy peppy project. Dus ik wil de foto, de fashion art foto, die gekozen wordt. Daar moet iedereen, alle drie de mensen, of soms hebben we vier mensen in een team, moeten daar blij mee zijn. Want je moet niet willen dat je als model in dit geval op de foto staat en denkt, nou, ik heb me er weer in laten kletsen, maar eigenlijk vond ik toch eigenlijk die andere foto leuk. Ik zeg, dat mag niet gebeuren, we moeten allemaal blij zijn. Alles is gecommuniceerd door mij over en weer, je kunt begrijpen met 62 mensen wat voor werk dat is, en dat heb ik alleen zitten doen en niet met een team. Maar ontzettend leuk, weet je wel. Ook als ik tegen mezelf zei, ja, nou, ik heb het nu even... Nee, leuk blijven, want iedereen doet dat ook. Om het gezellig met jou te doen en zo. En de laatste foto, we hebben 20 teams in Nederland gehad. En de laatste, het 21ste team is in New York geschoten met mijn vriendin Becky Bleding-Liftko. Op de 35ste etage van de Wolkenkrabber. Nou, Roger Neven heeft die foto nog gemaakt. En ik ben heel blij dat hij er nog bij is. Want ik vind het ook een soort symbolisch. 2020, 2021. En ik zeg maar zo. Wat in 2020 is begonnen, is het leven gekomen nu in juni 2021. Ik wil heel graag een paar mensen bedanken, uiteraard. En als eerste Marco. Die schrik nu. Marco van Royal Promotions. Die het meteen een tof idee vond. En gelijk enthousiast aansloot om de PR rondom dit project helemaal op zich te nemen. Dankjewel Marco. En natuurlijk ook Martijn. Martijn Mulders, het is bijna mijn broertje, perfectionist tot op het bot. En een tweede paar ogen en zonder jou had ik dit niet zo op kunnen bouwen. Dus heel hartelijk dank daarvoor. Uiteraard de directeuren Marcel en Michiel van de Beurs van Berlage met hun hele team die zo gastvrij zijn. Het is echt ongelooflijk in wat een warm bad we gestapt zijn. Het is echt fantastisch. Dat kom je niet altijd, maak je dat mee. U heeft natuurlijk de bar zien staan, maar u heeft het allemaal geloof ik al tot zich genomen. Van Moëtte en Chandon. En het leuke vind ik, Moëtte en ik hebben een hele lange geschiedenis. Dus we hebben ook weer zoiets van MC, herenigd met MC. En we gaan straks gewoon nog door met een glaasje om te toasten natuurlijk. Maar last but not least wil ik natuurlijk Monica van E heel hartelijk danken. Van Hanna Skin Improvement. Want zonder jou, jullie, had ik helemaal dit niet zo op deze manier kunnen uitvoeren. Dus dat vind ik heel bijzonder, dat je me zo hebt gesteund en nog steeds steunt. En ook Rana, dankjewel voor jullie support en vriendschap. Want dat is het geworden, want ook wij zijn gewoon bevriend geraakt. En wij zitten in zak. En daarbij, we zijn ook nog eens jaargenoten, dus dat is ook heel grappig. Ik denk dat we zo lekker een glaas champagne moeten nuttigen om samen even te toasten op vriendschap. Geluk, gezondheid en op een mooi 2021 en alles wat daarna komt en nooit meer een pandemie. Ja.